Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Elias informeert traditioneel gezag Asidon Hoppo over kampartsen. Student Housing Campus Village heeft open dag. 3 Surinaamse kunstenaars geselecteerd door China Kunst Expo. Jongeren melden zich in grote getallen aan voor registratie vakantiewerk. En bewoners Kommewijnen krijgen grondbeschikkingen uitgereikt. Het hebben van een stuk grond is het recht van elke burger. De regering doet er daarom alles aan om invulling te geven aan dat recht. Onlangs is aan ongeveer 200 bewoners van het district Kommewijnen hun grondbeschikking uitgereikt. Op de mensen wordt er een dringend beroep gedaan om het nodige binnen de gegeven termijn af te handelen. Op 25 mei, ik praat niet over 2020, maar 2015, heeft het volk van Suriname gesproken en de opdracht gegeven dat van de zoveel dingen die gedaan moeten worden in het land, agropapira moest city ook toe. Dat is de opdracht geweest. Dat begrijp ik niet meer, dat als je overgaat tot het uitreiken van grondpapieren, dat een politieke stunt wordt. Het is een politieke opdracht die het volk van Suriname op 25 mei 2015 heeft gegeven aan de regering. Met de president aan het hoofd en alle andere ministers, directeuren, onderdirecteuren. Wij hebben de opdracht van u gehad. En we voeren dat uit. Een ander ding is, als het goed gaat en u uw grondbeschikkingen krijgt, wordt de minister opgehemeld. Maar ik ga u zeggen, het harde werk wordt gedaan door de directie en staf. Maar als het slecht gaat, moet de minister ook die fonfon opvangen. Dus het brengt het een beetje in balans. Maar ik denk dat de directie en staf van RGB wel een applaus verdient. Ik heb begrepen dat een aantal van u het domeinkantoor van buiten en van binnen uit het hoofd kent. Waar wordt geregistreerd, waar het toilet is, waar de OD zit, noem maar op. U heeft zich vaker moeten begeven daar. En het is uiteindelijk zover. Ik wil oproepen, en dat is ook aangegeven door een van de sprekers eerder, dat natuurlijk 200 grondbeschikkingen lost de achterstand niet op. Het probleem van die achterstand. Er wordt ingezet om de procedure, de werkwijze op het ministerie zo transparant mogelijk te maken. Er is veel kritiek op het ministerie. En ik zeg elke keer als de kritiek terecht is, blijft u kritiek leveren. Dan zijn wij ook scherp en u helpt ons om prestatie te leveren. Als de kritiek onterecht is, dan ga ik u oproepen om nog een keer na te denken over wat u zegt. Maar terechte kritiek opbouwend is welkom. U mag het dagelijks doen, elke keer, 3 keren per dag. En ik roep u op om de kritiek te leveren, opbouwend kritiek. Mijn felicitaties. De opdracht in 2015 was een politieke om voor ontwikkeling te zorgen. Zorg u ervoor
dat u in 2020, 25 mei die opdracht herhaalt. De regering Boutersen heeft in 2015 van u, ook van u, het mandaat gekregen om de dingen te doen, ongeacht welke term u ontwikkelt voor die opdracht, de dingen te doen die betrekking hebben op de kwaliteit van uw bestaan. En daarvan is één basisvoorwaarde ook u te helpen aan het verkrijgen van een stuk perceel dat voor iedere staatsburger van Suriname toegankelijk moet zijn. Tide, Udeja, Funanku, voor levera bewijs dat Sang Nobeka regel eten. In de vorige regeerperiode, dat Tide we go moro farang avroko, voor zorgu dat u kies u groen papieren, voor du, lik zij ben geef aan bij de aanvraag, zij want doen naar groen, en u hoort schrift aan de voorwaarden van groen. De president heeft ook gevraagd om u daarbij te feliciteren en u alle geluk te wensen met het gebruiken van datgene wat u vanmiddag via een document uitgereikt kreeg. En wens u daarbij alle succes. Bovendien, zij die een perceel hebben aangevraagd en voornemens zijn om een huis neer te zetten, nu is in de Nationale Assemblée de discussie die gaat over het hebben van een bouwfonds en een fonds om u de gelegenheid te stellen als u daartoe niet genoeg middelen hebt om inderdaad uw doel te realiseren. Want van grond alleen zonder ondersteuning, anderszins, Anetja moest je gewoon naar Parijs, Anosari. Met andere woorden, we denken, Bradiga ga people. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft een officieel bezoek gebracht aan de Gramang der Saramakaners, Albert Aboikoni te Asidonghopo. Dit deed de minister in verband met de inzet van Cubaanse artsen in het gebied. Tijdens het gesprek heeft de bewindsman onder andere het beleid van het ministerie voorgehouden aan het grootopperhoofd. Voor ons als binnenlandse bewoners is het een heel goede daad wat de president gedaan heeft. Waarom ik dat zeg? Elke patiënt die behandeld moet worden, heeft een zekere recht op een goede behandeling en goed moeten een beetje gaan omschrijven. En dan wil ik zeggen dat een arts die heeft gestudeerd om te weten wat de patiënt scheelt en ook welke medicijnen hij moet voorschrijven.
weet hoe het is, als er geen arts is, dan springen de GZA's in. De GZA's die zijn opgeleid tot op bepaalde hoogte om te kunnen inschatten wat ze moeten doen. In geval er geen arts is, dan moeten ze bijvoorbeeld op afstand advies vragen. Maar we weten allemaal dat het voor de mensen zelf heel moeilijk is om daarmee op die manier verder te gaan. Ik ben gekomen om meer voor de gezondheidssector. Het is natuurlijk gebruik dat als men je wat vraagt en je hebt het opgelost voor ze. Zeker hoe de Cubaanse artsen hier in het gebied gaan komen wonen, permanent. Dan is het gebruik dat je ze informeert. Daarnaast hebben ze ook nog wat knelpunten aangehaald. Die knelpunten gaan we meenemen. Er is ook een resortplan ingediend. Dat gaan we doorgeleiden naar de Raad van Ministers, zodat we kijken welke ministerie wat kan oplossen. We hebben ze ook gezegd, we gaan niet, misschien niet alles kunnen oplossen, maar wat we kunnen oplossen, zullen we zeker doen. Ik denk dat we zeker proberen meer dan de helft van hun pijnpunten op te lossen. Het zijn ook pijnpunten die al jaren spelen. Belangrijk is, mijn missie was om ze te komen mededelen dat er genoeg medicamenten zijn. We hebben 1,7 miljoen extra aan medicijnen goedgekeurd voor de medische zendings. Zodat het schaarste over het heel binnenland eindelijk eens een keertje tot het verleden kan gaan behoren. De leiding van de Student Housing Campus Village heeft een open dag georganiseerd. Deze open dag heeft een tweeledig doel. Naast de nodige informatie waar studenten naar op zoek zijn met betrekking tot het verder studeren, kregen zij ook de mogelijkheid de studentenflats te bezichtigen. Veel studenten hebben goed gebruik gemaakt van deze voor hun zeer nuttige open dag. De bedoeling hiervan is om de studenten of de aankomende studenten van de hogere onderwijsinstellingen die mogelijkerwijs hier hun onderkomen zouden willen hebben, van informatie te kunnen voorzien en ook de mogelijkheid te bieden om inderdaad van tevoren de plek te kunnen bezichtigen en een goede keuze te maken. Ik vind het heel goed georganiseerd. Ik bedoel, er zijn een heleboel scholen. En we kunnen dan zo makkelijker onze keuze maken van waarin ben ik goed of waarin ben ik geïnteresseerd. En dan kunnen we aan de hand daarvan het komend collegejaar bepalen. En ik moet nu al een goed beeld hebben van wat ik wil doen. Dus ik denk later op de dag zal ik een besluit kunnen maken. Ja. Het overgrote deel van de hbo-instellingen participeren wel, omdat het natuurlijk ook de bedoeling was om naast informatie over de Student Housing Campus Village ook informatie te geven over mogelijke opleidingen die de studenten kunnen doen. Omdat het natuurlijk samen gaat met elkaar. Studeren aan een hogere onderwijsinstelling en je verblijf hebben bij de Student Housing Campus Village. Sinds ik op school zit, zei ik aan mezelf van wanneer ik klaar ben met de middelbare school, moet ik weten wat ik ga doen met mijn leven. Het heeft wel een beetje lang geduurd, ik ga niet jokken, maar ik dacht van om een beter beeld te hebben wat ik wil doen, dan dacht ik van nee, ik heb toch niets te doen, dan kom ik naar de open dag. En ik heb toch wel genoeg informatie kunnen krijgen hoor, ik mag niet klagen. Nou, het ziet er heel leuk uit, het is ordelijk, het is niet te druk en je krijgt genoeg informatie. Alles wat je nodig hebt is er wel. Alle vragen worden beantwoord. Wat ik wil doen is bedrijfseconomie. Ik kijk nu naar UNASAD of ABC. Ik hou van economie, ik hou van cijfers. Ik heb het eigenlijk van mijn moeder. Dus ik dacht van ik ga me richten op bedrijfseconomie en FAR of UNASAD. Natuurlijk, wanneer je bij ons blijft, is het de bedoeling dat je zo goed mogelijk kan concentreren op je studie.
En wat is een betere manier dan een weloverwogen keuze maken voor en je studie en je verblijfsplaats gedurende die studie? Ik ga ervan uit dat dit niet de eerste en de laatste open dag is van de campus. Sowieso, dit is de eerste open dag van de campus, maar het is sowieso niet de laatste. Het is de bedoeling dat het sowieso jaarlijks terug zal keren, hoogstwaarschijnlijk ook iets eerder de komende jaren. En dan zullen we kijken of we tussendoor toch wel een open dag moeten hebben voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben gehad om inderdaad hier te komen bezichtigen en een keuze te maken over hun intrek. Allereerst moet ik zeggen, ik ben aangenaam verrast met de hoeveelheid studenten die zijn gekomen. Het liep zo net even storm. Ik kon niet iedereen tegelijkertijd te woord staan. Maar ik vind het een heel goed initiatief. Sommige studenten zijn nog zoekende. Dus als ze de informatie hier kunnen vinden en een concreet besluit kunnen nemen, natuurlijk is het. Ik vind het geweldig. Een heleboel van de nieuwe aanmeldingen die we ook hebben gehad is gegaan van bestaande inwoners die vrienden of collega's, studenten hebben geïnteresseerd om inderdaad hier intrek te nemen. Omdat het voor gemak dient. Je bent in een veilige, rustige omgeving waar je alle faciliteiten hebt om optimaal te kunnen studeren. U bent tevreden met de opkomst tijdens deze open dag? Ja, sowieso. Het voldoet buiten de verwachtingen. Het is de eerste open dag. Met minimale middelen waarover we beschikken, hebben we iets goeds kunnen neerzetten. En natuurlijk met de samenwerking ook van de hoger onderwijsinstellingen. En ik denk dat dit zeker een voorbeeld is van wat er kan gebeuren met minimale middelen, maar met een goede samenwerking tussen alle partijen. Jongeren hebben zich in grote getallen aangemeld op het ministerie van Sport en Jeugdzaken om in aanmerking te kunnen komen voor vakantiewerk. De jeugdigen konden zich op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus laten registreren, waarna zij een werkplek toegewezen krijgen. Ik zou graag willen zeggen dat alles heel netjes gaat, maar de jongeren die maken ons zo dol. De registraties op zich lopen goed. Maar als je ziet hoeveel jongeren er zijn, dagelijks, heel vroeg. Eigenlijk doet het me goed, maar aan de andere kant denk ik, we moeten het wel een beetje goede banen leiden, want het zijn er heel veel jongeren zijn zich komen registreren. Dit is mijn eerste jaar dat ik dit project mag leiden. Van wat ik heb begrepen is het alle jaren hiervoor ook best druk geweest, maar volgens mij nog nooit zo druk. Nog nooit zo druk. Ik heb me net goed laten informeren door een van de jongeren die zich al voor de 7e keer laat registreren. Dus minstens 7 jaar. Nou ja, 7 jaren. Ja. Als de jongeren zich hebben opgegeven, wat is het na-traject hiervan? Wij gaan ze invoeren in een systeem en gaan ze toewijzen aan de locaties, de plekken die wij mogen invullen. De vakantiejobbers worden ingezet voor 10 dagen. Ik ga ook meteen erbij vermelden, de vergoeding is 50 SED per dag. Dus voor 500 SED, 10 dagen worden zij te werk gesteld bij een organisatie. Die groep wordt verspreid. De eerste vakantiejobbers starten 26 augustus en de laatste dag is 20 september. Welke werkzaamheden zowel gaan ze verrichten? Wij zitten in de productieprocessen, we zitten in de dienstverlening. In principe alles wat Suriname te bieden heeft. Maar voornamelijk de productieprocessen, de productiesector en de dienstverlening. Ik wil bij deze de bedrijven die zich nog niet hebben opgegeven om de jongeren te accommoderen, vragen, verzoeken om ons te ondersteunen daarin. De bedrijven die dat wel hebben gedaan, willen we alvast van harte bedanken en we hopen natuurlijk op hun ondersteuning elk jaar weer. Maar de bedrijven die dat nog niet hebben gedaan, volg de andere bedrijven en ondersteun ons ook. Ondersteun de jongeren. We doen het voor de jongeren van Suriname. Wat is het maximale aantal aan jongeren dat zich kan inschrijven? Ik moet zeggen 1500. We hebben 1500 jongeren die we kunnen accommoderen. Maar weet u,
We gaan gewoon alle jongeren registreren. Alle jongeren die willen werken gaan we registreren. En het moet eigenlijk een aanzet zijn voor de bedrijven om zich aan te melden. Want we willen ook allemaal plaatsen. Dus in principe mogen we 1500 plaatsen. We hebben 1500 plekken. Maar we vragen echt het bedrijfsleven om ons te ondersteunen. Zodat we iedereen kunnen plaatsen. De Surinaamse kunstenaars Charles Struikelblok, Leo Wong Loy Singh en Junri Udenhout zijn geselecteerd door de Beijing Art Act in China om te participeren bij de 8e Biennale Kunstexpositie in China. Deze internationale biennale is de op één na grootste kunstexpo in de wereld die om de 2 jaren wordt gehouden. De start vindt plaats op 30 augustus en duurt tot 23 september 2019 met ongeveer 4000 internationale kunstenaars uit 125 verschillende landen. Bij Directoraat Cultuur, we zijn heel trots op dit moment, dit uniek moment eigenlijk voor Suriname. En wat ik begrijp is dit de 8e biennale van Beijing. Beijing is de culturele stad van China, zo staan ze bekend. En naar wat ik heb begrepen is dit de eerste keer dat Suriname aan deze grote art festival, dit groot art festival, kunstfestival, meedoet. De verwachting is dat 4000 artiesten over de hele wereld zullen participeren. En ze verwachten ook een bezoekersaantal van 1 miljoen bezoekers. Dat is niet eenvoudig. Mensen komen uit 45... Eigenlijk is er een groei geweest van dit festival, zoals ik heb begrepen. Van 45 landen, participerende landen, in 2003. Nu, naar nu, meer dan 110 landen. Het is indrukwekkend. En het thema van dit jaar is Color... Colorful World and Shared Future. Nou, de activiteit dat de Beijing Art Act is, is dat het een biennale is. Het is een kunstexpositie internationaal die om de 2 jaar wordt gehouden in China. En waarbij heel veel landen participeren aan zo'n grote expositie. De opening is 30 augustus en het duurt tot 23 september. Dus Suriname gaat ook participeren, doordat er een hele selectieprocedure heeft plaatsgevonden, waarbij 3 kunstenaars uit Suriname die zijn geselecteerd. Dat is mijzelf, George Struikelblok, we hebben Leo Wong Loy Singh en Junri Udenhout. Aan zo'n biennale doen eigenlijk, het is de 8e keer dat het wordt gehouden. En het is gestart in 2003, toen deden er 45 landen mee. Maar nu, in 2019, doen er nu al 125 landen. Dus het is gegroeid. En ook het aantal kunstenaars die participeren is ook gegroeid. En ook de werkstukken zijn gegroeid. En natuurlijk de bezoekersaantal is al, ik denk, gesteld op bijna 1 miljoen bezoekers die dan zo'n expositie bezoeken. Ten eerste vind ik het een enorme eer om als Surinamer uitgekozen te worden. En ik moet erbij vermelden dat de selectie gedaan is door de curatoriale commissie in China. Dus het is letterlijk het werk dat jou daar gebracht heeft. De kwaliteit van je werk en de selectie daarvan. Dus ik vind het een enorme eer om als Surinamer het land te vertegenwoordigen. Hoe lang bent u al bezig met kunstwerken? Eigenlijk moet je zeggen dat ik vanaf kleine jongen, van 8 jaar, al met klei begon te werken, te spelen. Toch, die vlam is weer gaan ontwaken toen ik op het SPI kwam, het is gaan slapen daarna. Pas op het SPI, tijdens handenarbeid, is het weer aangewakkerd. Dus van toen af aan, dat was in 1990, van toen af aan begon ik weer te werken, zelfstandig. Die passie kwam erin en na een jaar had ik zoveel werkstukken dat ik een tentoonstelling hield en vandaar begon het 1991, tot nu toe ben ik bezig. Mijn kunstwerk is 2,50 meter bij ongeveer 1,50 meter. En hoe heet uw kunstwerk? Mijn kunstwerk heet Symphony of Shapes. Het heeft ongeveer zo'n 2 uur geduurd. Het komt doordat ik heel veel ervaring heb en dat ik
Een kunstwerk wordt eigenlijk geboren en het is eigenlijk 56 jaar geleden is dit kunstwerk geboren. Omdat ik dan telkens bezig ben met spelen met vormen, lijn, tonen, kleur. En dit is het resultaat van dit werk. En daarom is het maar in 2 uurtjes ongeveer gemaakt. Van uw collega hebben we begrepen dat u uw werk zal doneren aan het Chinees Museum. Van waar die keuze? En ik wil gewoon dat werk doneren, omdat het eigenlijk mijn land ook vertegenwoordigt. En het draait niet alles om geld. Hè. Het gaat meer om dat je al je werk daar mag presenteren en dat het daar mag opgehangen worden. Als land en ook als mens. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.